Op 4 mei wordt traditioneel stilgestaan bij alle slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Het hele land is om 8 uur stil en dat is in het Rijk van Nijmegen niet anders. Om 6 uur zullen leden van het Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders aanwezig zijn bij de herdenking van de Nijmeegs Joodse slachtoffers op de Kitty de Wijzeplaats. Om 7 uur is er nog een openbare herdenkingsbijeenkomst in de Sint-Stevenskerk. Hier wordt door Ad van Liem de overweging uitgesproken. De aanwezigen gaan daarna naar het Keizer Trajanusplein. Daar is de officiële herdenking en de kranslegging. Na de 2 minuten stilte zal burgemeester Brul zijn toespraak houden. Ter afsluiting is er een herdenkingsconcert in de vereniging. Ook buiten de stadsgrenzen wordt er herdacht. In Groesbeek gaat een stille tocht vanaf het gemeentehuis naar de Canadese begraafplaats. Om 19:30 begint daar het traditionele programma van de dodenherdenking. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Na afloop zijn alle deelnemers aan de herdenking welkom in het Bevrijdingsmuseum. In Nederasselt vindt de herdenking plaats in de Heilige Antonius Abtkerk. Om 19:30 begint het programma. Aansluitend is er een stille tocht naar het Oorlogsmuseum aan de Schoneburgseweg in Overasselt. Burgemeester Mittendorf is bij die herdenking aanwezig. In Wijchen wordt er herdacht bij het monument op de Meerdreef. Burgemeester Verheijen houdt een toespraak en er is muziek. Ook worden gedichten voorgelezen en bloemen gelegd. Ten slotte in Beuningen gaat een stille tocht vanaf het gemeentehuis naar de herdenkingsplaats bij het monument voor geallieerde vliegers aan de Van Heemstraweg. Burgemeester Van Eert houdt een toespraak en daarna worden kransen gelegd. Restaurant De Put in Bergendal dat vorige maand afbrandde gaat herbouwd worden. Als het goed is kan binnen een 1/2 jaar gestart worden met de bouw. Aan de begaande grond hoeft niets te gebeuren, de bovenverdieping wordt wel helemaal aangepakt. Zo komt er een volledig nieuwe verdieping met een schuin dak. Wanneer de bouw precies begint is nog niet duidelijk. Er moet gewacht worden op bouwvergunningen en verzekeraars. In de woning boven het restaurant ontstond begin vorige maand brand door een technische oorzaak. De volledige verdieping werd daarbij verwoest.